Hey, Bart, Valkenier hier van MaakIetsMedia.nl. Welkom bij mijn Word training. Lineaal, wist je dat er een lineaal zat in Word? En niet alleen zo eentje, maar ook nog zo eentje. En in deze video ga ik je laten zien wat voor handige dingen je daarmee kan doen. Check de hele training op makitsmedia.nl/word. De lineaal, waar vind je die? Nou, die vind je dus uh, hier zo bij beeld. En als je op beeld klikt, dan vind je hier dat je daar een vinkje aan kan zetten bij lineaal. En als je dat vinkje aanzet, dan krijg je aan de Bovenkant hier zo, en aan de zijkant hier zo een liniaal. En de cijfers die daarin staan zijn ook letterlijk de centimeters en de afmetingen van jouw uh, papier. Nou, wat kun je nou eigenlijk allemaal met de liniaal? Ten eerste de marges aanpassen. Nou, ik heb ook een andere video gemaakt over marges, maar dat zeg maar de rand uh, van je papier waar geen uh, tekst terechtkomt. Nou, en als je met je muis hier gaat staan. Dan wordt die muis, zeg maar, twee pijltjes links en rechts, een rechte marge. En op die manier kan je dus instellen hoe groot die rand moet zijn. Dat kan je ook bij indeling doen en bij uh, marges. Heb ik in een andere video uitgelegd. Maar in deze lineaal kan je dat dus op deze manier gelijk zo instellen. Aan de linkerkant en ook aan de rechterkant. Maar aan de rechterkant is het een beetje lastig om je muis daar precies goed te krijgen. Want er zitten andere dingetjes in de weg. Het goed moment om het daarover te hebben en dat is links inspringen en het zijn twee markies die je daar ziet staan en wat kun je daarmee doen? Tada! Daar kun je dus een alinea, dit is zeg maar een alinea tekst en dit is een volgende alinea tekst zeg maar, die kun je daar dus op die manier mee laten inspringen en zeker als je dat dan dus selecteert. En dan kun je deze naar voren trekken. En op die manier kun je dus kiezen waar die terechtkomt. Los van de marge als geheel. He? Snap je? <laughs> ja. Nou, je hebt hier twee markers. Want wat kun je ook? Je kan ook zeg maar de eerste regel laten inspringen. En dan moet je dus alleen het bovenste marker dingetje hebben. En Wil je de hele alinea in laten spinnen, dan moet je de onderste hebben. En als je de onderste doet, dan gaan ze dus alle twee mee. En wil je alleen de bovenste regel van de alinea inspinnen, dan moet je dus alleen die bovenste marker hebben. Wil je dat het meer effect heeft op een groter gebied, dan moet je dat dus op deze manier doen. En op die manier kan je dat dus op die manier die bovenste regels laten inspringen. Nou, hetzelfde kun je ook. Heeft ook mee te maken dat inspringen met uh, die uh, Opzommingstekens, een lijstje en zo. Ik kijk vooral de video over opzommingstekens maken, maar dat heeft daar dus ook mee te maken. En het derde handige ding van de lineaal heeft alles te maken met uh, tab. Ik selecteer even mijn uh, rijtje en dan ga ik hier in mijn uh, lineaal staan en dan krijg ik hier een uh, lijn en die boven in een mini-klein -mini uh, haakje. En dat is zeg maar de tabafstand, dus die staat nu ergens hier zo in de lineaal, zo hier zo. Hier zo, die, die bijna niet te zien, maar hij staat er echt. Als ik dan hier op tab druk, dan gaat hij niet een klein stukje verder, maar precies naar de afstand waar ik die zo hier zo in de lineaal zo hier heb gezet met behulp van uh, tab. Dus dat is super handig. En die kan ik dan eventueel ook nog wel weer, als ik hier klik en sleep, kan ik dat uh, verplaatsen. Maar dan doet hij het alleen maar voor blauw, omdat daar mijn cursor staat. Maar als ik het eventjes zo alle vierde rijtje uh, regels selecteer, dan kan het dus ook op deze manier allemaal tegelijkertijd. Dus de liniaal is handig voor de linker en de rechtermarge, voor links en rechts inspringen dus met die markers en met de tabmarker kun je dus precies de tapafstand bepalen. Dus uh, ik zou zeggen, laat hem lekker aanstaan, want de lineaal is nog best wel handig.